De Ligt. En Drommel. Twente naar de kwartfinale. Drommel de held. Ja, ik had het gevoel, echt deze ga ik pakken. Hij had eerste schot van de wedstrijd, volgens mij in de tiende minuten was dat of zo. Toen schoot hij richting kruis, pakte ik hem ook. Ik dacht, hij mag vandaag niet scoren. Ik kijk goed aan dat hij aankomt lopen in zijn ogen. Misschien loerde hij volgens mij een beetje in die hoek. Ja, en je wacht en gaat gewoon vol naar rechts en je pakt hem. En toen, niet normaal, wat een ontlading. Iedereen komt naar me toe, Tigaruini. En zij was zo trots omdat hij hem ook miste, weet je, dat ik hem pak, dat ik het eigenlijk goed voor hem maak. Ja, ik zag mijn vrienden in de verte in de tribune zitten. Ja. Gewoon ontlading, allemaal trots, feestje van maken. En dan met supporters, ja, geweldig. Ja, ik kon echt niet slapen. Ik denk dat ik om 4:30, 5 mijn oogjes dicht deed. En om 7:00 ochtend werd ik al wakker en ik kreeg allemaal appjes al en berichten. Familie, vrienden, ik heb nog gefeestijd met mijn neef en tante in Dubai, uit Dubai. Dus ja, ze waren allemaal trots. Hakim Ziyech dan met zijn linker en een moeizame reactie van Drommel. Die de bal, zo lijkt het althans, heel laat ziet komen. Je kiest voor zekerheid, maar misschien zijn maar die ballen die je gewoon moet pakken. En dat is wat ik kritisch aan mezelf ben. Je wilt naar de top, je wilt zo hoog mogelijk eindigen in je voetbalcarrière. Dus vooral met ballen vastpakken, hoge ballen, gewoon nog meer rust houden. Maar ik moet zeggen, steeds de wedstrijden die ik speel gaat steeds beter. Ik krijg steeds meer speelritme. Verbeek heeft dus ingegrepen, heeft nu dan dus Joël Drommel plaats op de lat gegeven. Voor al een beetje de week daarvoor werd een beetje al gesproken hier en daar. Maar dag voor de wedstrijd heb ik te horen gekregen dat ik ging spelen. Dus het was ook wel een beetje verrassend natuurlijk. Want ook Brondeels oude club, weet je wel, het is ook wel sneu voor hem dat hij dan daar niet mag spelen. Maar ja, voetbal is hard. Je hebt nog niet verloren in deze 3 wedstrijden, dus ik denk dat het wel goed is. En 3 wedstrijden, 3 goals, denk ik ook niet heel slecht. Hakim Ziyech en Drommel en daarna de rebound, ook niet. En dan Hens. Drommel houdt Twente op de been in de verlenging. Tot 2 keer toe. Je zegt ook, ik sta in u, die ga je niet zomaar meer weggeven. Nee, die ga ik niet meer weggeven. Het is maar 1 keer gebeurd en ik blijf er nu staan.